bijzondere dag voor jou vandaag, want je blijft 2 jaar langer bij deze ploeg. Leg ons eens uit waarom. Ja, waarom niet eigenlijk? Nee, ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin hier en ik denk dat ik sowieso super ontwikkeling doormaak, ook mede door de ploeg. En het feit dat Grisha ploegleider en nog steeds mijn trainer is, dat geeft voor mij gewoon veel vertrouwen. En de weg die ik bewandel met de ploeg, dat gaat alleen maar bergop eigenlijk. Of tenminste, niet alleen maar in ieder geval, het gaat de goede kant op en ik voel me hier gewoon thuis. En daarom heb ik verlengd. Toch een best contract, want het was aan het begin van het jaar eventjes spannend of jij überhaupt wel hier zou blijven. Ja, dat klopt. Dat heb ik gisteren ook een paar keer gezegd. Na regen komt zonneschijn, zeggen ze. Dus ook in dit geval gewoon blijven knokken en je best doen. En dan zitten er mooie dingen in het verschiet, hopelijk. Wat is het plan wat Lotto Jumbo jou heeft voorgeschoteld voor de komende 2 jaar? Daar ben ik nu niet mee bezig. Ik ben nu gewoon vooral bezig met de Tour. En over 2 weken dan denken we weer verder. Maar nu ben ik gewoon bezig met de koers. Zeker nu vandaag de Alpen ingaan. Jouw rol voor deze Tour is duidelijk. Hè? Je knecht voor Steven Kruiswijk. Hoe ga je die rol invullen de komende weken? Ja, dat zullen we zien. Kijk, bergop ligt natuurlijk niet. Dus je weet gelijk of je in orde bent, ja of nee. En Steven en Primoz hebben gewoon afgelopen week laten zien dat ze gewoon echt knokkers zijn. En ook op vlakken wat ze misschien iets minder goed ligt, hebben ze iedere dag geknokt. En eigenlijk tot gewoon alles schade beperkt. En staan ze goed voor. En dat ga ik nu ook doen in de bergen voor hen. Iedere dag knokken. Dankjewel.